Sparta tegen Feyenoord, dat is voor de supporters de wedstrijd van het jaar. Hoe is dat voor jou? Ja, ook wel denk ik. Ik heb natuurlijk een verleden bij Feyenoord. Ja, veel vrienden zijn voor Feyenoord natuurlijk als je in deze buurt woont. Dus dat is een hele mooie wedstrijd. En ook voor de supporters, wat je zegt, leeft dat heel erg. En, ja, vorig jaar hebben we natuurlijk gewonnen, dus de supporters die verwachten weer een spektakel. Was dat voor jou ook de mooiste wedstrijd van het afgelopen seizoen? Ja, dat denk ik wel. Misschien ook de wedstrijd dat we erin beleven rechtstreeks. Die heb ik zelf niet meegedaan dan, dus dat beleef je dan wat anders. Maar voor mezelf was dat wel de mooiste wedstrijd, ja. Wat was er zo mooi aan? Ik ga nog eens terug naar die dag. Nou, de hele ambiance, de supporters, de dag daarvoor al op de training met supporters. Vroeg op 1-0 komen en ja, dat het ook 1-0 blijft. En dat is dan de mooiste uitslag. Die wedstrijd, jullie gaven echt zoveel in die wedstrijd. Ik zag mensen onwijs goed spelen. Paco van Morsel heb ik nog nooit zo goed gezien als die dag. Dat opbrengen, dat kan eigenlijk niet elke wedstrijd, vraagteken. Jawel, en dat doen we ook. Maar, nou, niet zoals toen. Het was net even wat meer gif. Ja, misschien is dat... Ja, dat is altijd lastig. Waarom dan wel en andere keren niet? Ja, het is toch wat extra's, denk ik. Een derby brengt net iets meer mee. En, ja, je zou dat eigenlijk elke wedstrijd moeten kunnen brengen. Maar op een of andere manier gebeurt dat altijd in derbies ietsjes meer. Is Feyenoord minder dan afgelopen seizoen? Nou ja, als je naar de ranglijst kijkt, wel denk ik. Alleen, ja, ze hebben gewoon een heel goed team. Ook heel veel blessures gehad. En, ja, dat zit ook allemaal niet echt mee met hun. En, maar vooral ook voorin hebben ze denk ik echt hele goede spelers. Werk aan de winkel misschien wel voor jou? Nou, ik krijg sowieso wel een drukke dag, denk ik. Ja, dat is wel logisch als je tegen Feyenoord speelt. En, maar goed, dat is ook wel lekker. Een paar maanden geleden zat je bij ons in FC Rijnmond. En toen zei je van, ja, Feyenoord is een prachtige club. Daar zou ik best wel een keertje willen spelen. Ligt een beetje gevoelig. Als Spartaan heb je daar nog problemen mee gekregen toen je dat zei? Nee, ik heb er niks over gehoord, dus dat viel mee. Je kan eigenlijk niet meer herinneren dat je het überhaupt gezegd hebt. Nee, maar dat was ook meer van een vraag van, stel Feyenoord zou een keer komen, zou je er dan heen gaan? Ja, dat is natuurlijk heel wat anders. Tuurlijk ga je dan naar Feyenoord toe, dat lijkt me duidelijk. Ja, ook als bijvoorbeeld als tweede keeper, als je kan kiezen, tweede keeper daar of eerste keeper bij een club in het linkerrijtje? Ja, dat is allemaal ook niet aan de orde, dus ik heb er nooit over nagedacht. Normaal, ik vind het wel een leuke vraag. Ja, hartstikke leuk. Nee, ik zou het liefst zo lang mogelijk willen spelen. En zeker omdat je jong bent, is dat belangrijk dat je speelt. Maar ja, mochten ooit dat soort kansen zich voordoen, dan ga je natuurlijk over nadenken. We weten allemaal wat je hebt gezegd. Hè? Laatste jaar normaal gesproken op het kasteel. Nu de transferwindow gaat open. Zijn wat keepersprobleempjes in de Eredivisie? Is er al een klein beetje aan de deur geklopt? Ik zou het niet weten. Ik heb zelf nog niks gehoord. En, maar nogmaals, het seizoen is nog heel lang. Dus laten we maar rustig blijven gaan.